Yo, thanks YouTube om mij 2 weken te straffen en mij 2 weken niet te laten uploaden. Hallo iedereen, leven jullie nog? Ik hoop dat jullie nog allemaal leven in deze 2 lange fucking weken. Voor de mensen die denken dat ik 2 weken niet heb geüpload omdat ik lui was en geen zin had om video's te maken, daar heb je wel een punt. Maar dat is niet de reden. Ik heb een 2e strike gekregen voor de cocaïne video. En het is natuurlijk helemaal leuk dat ik terug ben. Maar vanaf nu kan elke video eigenlijk gewoon de laatste video van mijn kanaal zijn. In de afgelopen 3 dagen zijn er 17 video's verwijderd. 17 video's zijn gemarkeerd door mensen als schending van de community-richtlijnen en die zijn allemaal verwijderd. Fucking nice. Nog minder YouTube money. Als een van die video's aangegeven wordt gecheckt door YouTube en volledig correct dan is mijn channel weg. Dan is Acid er gewoon niet meer. Ik dacht dat het wel leuk was als ik de veelgestelde vragen eens zou beantwoorden in een video die ik gekregen heb in deze afgelopen 2 weken. Natuurlijk is de meest gestelde vraag: waarom heb je een strike? Dat is door de cocaïne video, de cocaïne bestel shit op de deep web. YouTube zei dat ik een tutorial had gemaakt hoe kinderen aan drugs moeten komen en dat dat niet op YouTube mag staan en dat ze daarom die video hebben verwijderd. Op Dutch YouTube Gathering heb ik heel veel ruzie gemaakt met de mensen van YouTube, met de mensen van Google. I don't care. Accept it. Bedoelen jullie hoe jullie tegen mij reageren of hoe ik moet reageren tegen jullie? Dit is een open vraag. Hoe vind je het tot nu toe gaan? Nou ja, ik laat me niet van de wijs brengen door jullie en ik vind het wel, ik doe gewoon mijn zin. Ik heb eigenlijk echt een hele hevige ruzie gehad met hun. Echt gewoon staan roepen naar hun en echt gewoon beginnen schelden en zo, omdat ik zo kwaad was. Fuck you. Tering, wat ik heb gedaan, hebben fucking veel anderen ook gedaan, maar natuurlijk verwijderen ze mijn video en strijken ze mij. En zo komen we dan ook bij de 2e meest gestelde vraag: wie heeft je gestrijkt? Het is niet een persoon die mij heeft gestrijkt. YouTube zelf heeft mijn video gewoon gefilterd en heeft mijn video gewoon verwijderd. Fucking kut. Het is alsof ze mijn kind 2 weken hebben afgenomen. Gewoon je pasgeboren baby nemen ze 2 weken van je af. Zo voelde het. Echt, echt kut. En ik kan zeggen wat ik wil, ik kan zeggen dat ik het heel erg vond. Op de een of andere manier heb ik me ook gewoon goed gevoeld. Het was de eerste keer in een hele lange tijd dat ik gewoon niet kon uploaden. Anders kan je altijd een video maken. Nu kon ik gewoon niet. Ik kon video's maken, maar ik kon ze nooit uploaden. Daardoor heb ik eens dingen gedaan die ik normaal nooit doe. Zoals terug gaan skateboarden, vroeg gaan slapen. En dat heb je goed gehoord. Vroeg gaan slapen. En vroeg opstaan. Dingen die ik al jaren niet meer had gedaan. And yes, it felt fucking good. Dit brilletje heb ik gekocht in de nachtwinkel voor 3 euro. Ik kon het niet laten liggen. En dan de 3e meest gestelde vraag: wanneer ga je weer uploaden? Ja, vanaf vandaag. Elke dag. Let's go! YouTube, Acid hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag, ja, vandaag zijn we gewoon terug. En ik heb 14 dagen of meer geen video geüpload. Dus dat betekent dat wij 14 pikvissen van de dag moeten checken. Dus let's go! Hele mooie pikvissen. I love you guys. Ik heb jullie 2 weken niet gezien. Hallo. Jullie zijn veel veranderd. Ik herken jullie niet meer. Hallo. Alles goed? Smash zeker een duimpje omhoog op deze video. Misschien kunnen we fucking veel likes halen om een comeback video. Ook is de cocaïne aangekomen. Ga ik daar een video over maken? Oh ja, zeker. Fuck YouTube. Die video kunnen jullie verwachten. Stay tuned for that. Ja, maar Acid, je bent zo domme mogol. Je challenge net strikt. Waar ga je nog video bij? Ja, shit, fuck je. Ik heb een plan. Een heel goed doordacht plan waar veel wiskundige formules. Ja, zoals jullie gehoord hebben daarnet, de kans zit er goed in dat mijn channel weggaat. De kans zit er goed in dat na deze video mijn channel weg is. De kans zit er goed in dat je morgen naar mijn channel wil gaan en dat je het gewoon niet vindt. Als ik pech heb, het is echt dom dat ik dit zeg in een video, maar ik doe het toch. Als er een paar klootzakken zijn die mij echt willen kloten, ja, dan kan mijn channel weg zijn. Hey Sid, je bent echt een domme kutmogol dat je dat net hebt gezegd. Maar ik heb het wel gezegd. En dat betekent dat stel er gebeurt iets met mijn channel en het is weg, dat jullie wel weten hoe het komt. Dat niet zo van dag op dag ineens poef, weg. Niemand weet iets. Yo, gedaan met de pret. Het waren 2 hele erge weken. Ik heb heel veel momenten gehad waar ik gewoon niet wist wat ik moest doen. Ik weet het niet, het was zo fucked. Ik was op de Dutch YouTube Gathering, wat echt fucking geweldig was. En daar heeft iedereen zo'n leuke YouTube vibe. Normaal als je weggaat van de Dutch YouTube Gathering, kom je thuis met bakken motivatie om video's te maken. Ik kwam thuis met bakken motivatie om video's te maken, maar ik kon geen video's maken. Dus ik heb geen video's gemaakt. En dat is dikke AIDS. Ik zag andere YouTubers mijlpalen halen terwijl ik doodging. Het voelde echt alsof ik gewoon gestoken was met een mes en alsof ik aan het doodbloeden was. Zo echt zo, ugh, please.
help me. Ja, maar Acid, heb je Divi Move gecontacteerd? Je YouTube-netwerk moet je toch kunnen helpen? Ik weet niet of ze me geholpen hebben, maar het is niet gelukt. Jullie kunnen eerlijk van mij aannemen dat ik alles heb geprobeerd om mijn channel terug te krijgen voor die 2 weken voorbij waren. En van al die dingen is er niks gelukt. Ik heb een mail gestuurd naar YouTube. Ik heb klachten ingediend tegen de strike. Ik heb mijn Divi Move dingen gecontacteerd. Ik heb gebeld met iemand van YouTube. Ik heb ruzie gemaakt met de mensen van YouTube. Vanaf vandaag ben ik dus terug. Vanaf vandaag gaan we het een beetje anders aanpakken. Ik moet oppassen. Hoe hard ik het ook vind om het te zeggen en ik moet oppassen. Als ik niet oppas, is mijn channel weg en daar heb ik echt geen zin in. Dus wat ga ik doen? Letterlijk niks. Ik ga gewoon verder doen waar ik bezig was. En als mijn channel weg is, so be it. Ik ben Acid. Geen fucking flapdrol. We gaan hard. En we stoppen nooit. Acid, waarom heb je dat niet geüpload op iemand anders zijn channel? Waarom wel? Waarom zou ik mijn problemen dan nog eens delen op iemand anders zijn kanaal? Ik vond het grappig om te lezen dat sommige mensen dachten dat ik gewoon niet aan het uploaden was omdat ik geen zin had. Ik vond het grappig om te lezen dat sommige mensen dachten dat ik serieus gewoon gestopt was met YouTube. Het was super mooi weer. Ik heb geen video's gemaakt. Ik kon geen video's maken. Denk ervan wat je wil. Kijk, als ik je tip kan geven. YouTube is dikke klootzakkerij. Maar het is wel de leukste hobby die er is. Dus dames en heren, ik ben super, super, super blij dat ik terug ben op YouTube. Acid is back. Dus smash zeker een duimpje omhoog op deze video. En deel de video, zodat iedereen weet dat ik terug ben. Dat ik niet aangevallen was door IS. Dat ik niet dood was gegaan aan oververhitting. Dat ik niet overreden was door de tractor. Ik leef nog. Tot de volgende video. Morgen. Om 7 uur. Adios, bitches.